Hallo friends en welkom bij weer een nieuwe vlog. Echt super random. Ik zat net te denken, ga ik deze week een video plaatsen, ja of nee? En toen dacht ik, ja, ik wil het eigenlijk toch wel doen. Dus ik heb even random besloten dat ik vandaag ga vloggen. Ik ben ondertussen heel even mijn ontbijt aan het maken en mijn vuilniszakken zijn ook op. Dat is heel irritant, moet ik zo eventjes halen. Het is nu 2:30 en ik ben eigenlijk vanaf vanochtend 8 uur al bezig. Ik moest even TikToks opnemen, dus hieronder. Oh my gosh, oké mama. Outfitje aan, maar het is altijd ijskoud in het huis, ook als ik de verwarming aanzet. Dus daarom loop ik altijd de hele dag met mijn badjas. In ieder geval, vanochtend ging ik dus eerst allemaal TikTok dingen opnemen. Toen ging ik sporten, toen ging ik Bud uitlaten. Toen ging ik Bud even kammen, want die moet ik zo wegbrengen. Want ik ga morgen naar Curaçao, yes! En toen ging ik nog even wat TikToks opnemen. Dan ga ik denk ik Bud wegbrengen. Dan ga ik naar kantoor, ik moet allemaal dingen ophalen wat ik weer mee moet naar Curaçao. En dan ga ik naar Amsterdam en dan ga ik eventjes met Elisa naar de Prada winkel, want uiteraard heeft het meid weer zwaar gat in haar hand. Ik had hele leuke van die soort van rubberen sandalen gezien. Ja, ik vind het fantastisch. Gewoon eigenlijk een soort waterschoenen met plateauzool. Dus die ga ik eventjes passen om te kijken of het wat is. Maar ik ga dus morgen naar Curaçao en ik ben heel erg excited, want ik ben al super lang niet meer in Curaçao geweest. Ik ben 1 keer naar Curaçao geweest, 5. Nee, langer alweer. Hoe oud was ik toen? Lang geleden in ieder geval. Toen ben ik 1 keer naar Curaçao geweest. En toen ging ik naar een vriend, want die liep daar stage. En toen sliep ik in zijn studentenhuis. Nou, dat was heel heftig. Ik heb de tijd van mijn leven daar gehad ook toen. Dat was echt hilarisch, want die vriend van mij die was eigenlijk alleen maar elke dag op stage. En die mensen daar, die dachten dat ik daar gewoon was komen wonen. Die wisten ook helemaal niet dat ik gewoon op bezoek was. Dat was wel heel grappig. We verblijven dan gewoon in zo'n soort appartement bij Jan Tiel. Helemaal niet super boeiend of zo, maar het ziet er gewoon prima uit. En ik heb mijn nagels weer laten doen, eindelijk. En ze zijn echt heel lang geworden, gewoon van mezelf. Het is nu geen verlenging, dus ik ben echt super blij. Maar ik heb dus helemaal weer zware obsessie gecreëerd voor stenen. Dus, wat had ik gedaan? Ik had bij de Solo allemaal van die stenen gekocht. En dat was in eerste instantie alleen om mijn camera te doen. Die ligt hier trouwens ook. Ik raak helemaal in extase als ik hier naar kijk. Dit is toch... Toen dacht ik dus, nou laat ik mijn afstandsbediening ook helemaal onder de glitters plakken. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn nagels trouwens bij Floor laten doen. Ik zal het eventjes hier in de beschrijving zetten. Die meid die kan echt alles, dat is niet normaal. Alles wat je vraagt, die giet het er zo op. Echt alsof niks is, fantastisch. En het blijft echt heel lang zitten. Breekt niet af. Mijn nagels zijn ook echt super sterk. Dus dat is echt heel fijn. Ik ben helemaal blij daarmee. Office time! Ik heb allemaal dingen weer gekregen. Namelijk volgens mij dingen die ik mee moet nemen ook naar Curaçao. Maar we gaan gewoon even beginnen met een unboxing. Dit, heel leuk, is van Envy. Oeh, ja, amazing! Wat snel ook is dit. Oké. Een heel cute jasje van Envy dus. En het tweede is cute, lief, leuk kaartje erbij. Even kijken. Oh ja, leuk. Oké, deze broek. Ook amazing, echt. Oh nee, dit is een jurk. Deze gaat mee naar Curaçao. En dan heb ik nog als laatste een hele leuke top. Gewoon groen lange mouwen. En dan is het hier zo open. Het is ook echt één grote tering zo hier aan het kantoor. Overal staan dozen dat ik allemaal moet weggooien. Maar ik heb er even allemaal geen zin in. Ik moet dat weer plat gaan maken. En moet weer helemaal naar de andere kant van het gebouw gaan lopen om het weg te gooien. Nee, dat gaan we even niet doen. Oké. Spannie. Wat zou hierin zitten? Dan heb ik een pakketje van Most Wanted. En daarin zit een hele leuke trui. En ik zocht dus zo'n trui. En ik had er een bij de Arket gezien. Alleen die was €89. En die was alleen nog maar een XS. Toen dacht ik, laat maar hangen dat ding. En dan, oh ja, deze is ook heel leuk. Dit is een kimono. En dit is echt super chill voor ook in Curaçao om ook mijn bikini te doen. Waarschijnlijk is het daar wel iets te warm voor. Maar dat maakt niet uit. Ik heb heel vaak als ik dan even naar de bar wil of naar de wc, dan vind ik het altijd net een beetje ongemakkelijk om dan helemaal mijn bikini zo te lopen. En dan is dit echt fantastisch. Het is dus een hele
lange kimono, maar heeft een hele leuke print. Echt al een jaar lang ben ik op zoek naar of groene of roze metallic laarzen. Want die hadden ze dus echt heel lang geleden van Jeffrey Campbell. En nu heeft dus Most Wanted echt een heel erg gelijk soort gelanceerd. En dat zijn deze. En ik vind het zo amazing. Niet normaal. Ik ben sowieso echt helemaal obsessed met cowboy laarzen. Maar kijk even hoe ziek. En dan gewoon met ook een leuk jurkje of een kort rokje en dan een witte blouse. Dit zijn echt gewoon zieke eyecatchers, dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Dan hebben we nog een doos van Yellow Shop. Ik heb dus ook, dit zijn laarzen, die heb ik ook opgestuurd gekregen. En ik heb al een paar, ja, ik wil wel af en toe samenwerken met hun, maar ik heb dus ook zo'n zwart paar laarzen. En die waren ook van Yellow Shop. En ik heb letterlijk nog nooit in mijn leven zoveel vragen over een paar laarzen gekregen als die. En nu hebben ze dus weer een nieuwe drop. Ook met een soort cowboy-achtige laars. Maar dan in het groen. En ook deze laarzen had ik eerst ergens anders gezien. Maar die waren super duur. Dus ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. En zij stuurde mij pas een DM. Hey, we hebben weer een nieuwe drop. Wil je deze laars? En toen dacht ik, hell fucking yes. Jongens. Zo amazing. Dit is gewoon echt fantastisch. En nu heb ik een probleem, want er moest een ander pakket heel belangrijk binnen zijn. Maar dat is er dus niet. En dat moest vandaag, want ik ga morgen weg. Dus ik moet eventjes gaan vragen waar dat is, want ik kan nu die samenwerking niet aanleveren. Doei! Gezellig! Gaan we lekker naar Amsterdam samen? Ja, baby! Ik ben dus net thuis. Ik ga nu heel snel door naar Amsterdam. Ik dacht, ik trek gelijk eventjes dat nieuwe Envy-jasje aan. Helemaal leuk. Kom maar! En dan ga ik eventjes kijken naar het nieuwe kantoor. Want List Agency, waar ik dan zit, die hebben een nieuw kantoor. Die zitten nu vlakbij Centraal, dus dat is voor mij ook echt super chill. Dan ben ik er lekker snel. Het is opeens helemaal warm buiten. Dus ik had net dat dikke teddyvest aan. Nou, ik zweet me helemaal de touwtandjes. Echt niet normaal, waar is die riem van Bud? Kom maar, Bud. Oh, dan moet er waarschijnlijk ook weer nieuw kakzakjes. Anders gaat hij weer 50 keer scheiden, dan kan ik het niet opruimen. En dan worden mensen weer helemaal boos op mij. Dat heb ik ook echt al zo vaak gehad. Dan waren die zakjes opeens op en dan gaat hij bijvoorbeeld echt midden op Centraal staan scheiden. Nou, dat is echt, schaam je toch ook helemaal kapot, echt. Ik twijfel heel erg over die dingen, die Prada sandalen, of ik die ga halen, ja of nee. Ik weet het niet zo goed. Aan de ene kant denk ik, meid, heb je dat nodig? Nee. Maar ja, heb ik überhaupt iets nodig? Nee, niet per se. Oh, ik weet het niet zo goed. Oh ja, maar ik ben wel heel erg benieuwd naar het nieuwe kantoor. En sowieso, er werken weer allemaal nieuwe meiden ook daar. Dus het is wel leuk als die er ook zijn. Dan kan ik die elke keer zien, want daar heb ik elke dag contact mee op WhatsApp. Maar ik heb die mensen nog nooit gezien of gesproken in het echt. Oké, mondkap. Dat moet je natuurlijk ook nog op. Zo irritant altijd, die mondkap altijd. Ik ben wel half naakt hieronder. Dus in deze buurt staat eigenlijk nooit zo. In deze buurt staat nooit zo heel erg dik. Dus ik hoop niet dat ik weer helemaal heftig moet afdrukken. Nu aangekomen op kantoor met Maidon gezel en ik ga zo eventjes met Elias naar de Bijkorf en wat daarna gaan we naar huis denk ik. Oh, moet jij weer terug? Oh, oké, nou dan ga ik daarna weer terug naar huis. Maar het ziet er echt heel erg leuk uit. Deze stoel is trouwens ook echt heel top. Waar is die? Was die nou van West Wing of zo? Ik zie bij iedereen deze stoel namelijk. Oh ja, het is gewoon voor de aesthetics. Oh ja, ja. Nee, het zit niet heel top inderdaad. Ja, dat denk ik ook wel. Maar het ziet er wel echt heel erg cute uit. Heel leuk. En view. Nice view. Oké, nou de meiden die zijn even lekker onderweg naar de bij.
Elias die denkt dat ik de Prada schoenen niet leuk vind. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik weet het niet. Maar ze lijken zo groot. Maar dat is op zich wel goed. Moet je al lekker... Oh ja, dat is niet leuk. Ja, dat wil ik niet. Van Bruno in maat 36, het leek echt alsof ze... Hele grote poot had. Oei. Oké, nou, we gaan het een beetje aan de andere kant bekijken we het positief. Als het niks is, dan scheelt het er wel weer een aardige klap met geld. Dus dat is wel goed. Ja, dat is waar. Het zijn van die schoenen die het even leuk vinden. Ja, maar voor de zomer dacht ik, ja, ik weet het niet. We gaan het even helemaal meemaken. Dit zijn dus die sandalen die ik misschien wil, maar ik weet dus helemaal niet eigenlijk welke kleur. Ik vind die gele heel leuk, die blauwe, zwart, eigenlijk alles. En ze hebben ook echt hele vette tassen allemaal. Ja, die met die balletjes vind ik ook wel leuk. Alleen daar kan je precies bijna niks in doen. Hoi Alight! Ik ben net weer terug. Het is nu inmiddels 7:30. En ik heb misschien niet één, maar twee dingen gekocht bij Prada. Ik schaam me altijd een beetje. Maar goed, wel heel erg leuk. Ik ga het straks even laten zien. Maar dat pakket wat ik dus miste vanmiddag, dat is toch wel op kantoor. Dus ik moet nu naar kantoor. Dan weer terug. Dan moet ik Bud spullen gaan pakken. Moet ik Bud naar een vriendin brengen. Dan weer terug. Dan mijn koffer pakken. En dan gaan slapen. Maar waarschijnlijk wordt het weer heel laat vanavond. Dat is echt altijd de dag voordat ik op reis ga. Is altijd één chaos. Moet ik ook zeggen dat het niet per se nodig was om naar Amsterdam naar die Prada winkel te gaan. Maar ja, hè, mijn planning is altijd totaal onlogisch. En dan ga ik aan het einde van de dag altijd weer zeuren dat ik het allemaal net niet heb gered. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben weer back en er zit hier een hele rare lichtding. Maar ik krijg dat niet weg. Dus dit is dus het pakket wat ik mee moet nemen naar Curaçao. En ik heb echt zo intens erg honger ook. En ik eet weer heel slecht. Ik was helemaal goed bezig. Helemaal voor mezelf koken, boodschappen doen. Koelkast eigenlijk was vorige week helemaal gevuld. En de week daarvoor ook. En nu dan heb ik het weer drukker. En dan gaat het weer helemaal bergafwaarts. En dan heb ik alleen maar cravings naar nasi en foo-yang-hai. Dat soort dingen. Ja? Wil je ook kijken wat erin zit? Jij ook waarschijnlijk dat het voer voor jou is. Want dat zit vaak ook in zo'n soort zak. Dan hebben we deze trui. Heel leuk. Ik dacht leuk met een short. Heel cute. Gewoon lekker simpel. Bandeau, strapless, noem het hoe je wil. Deze blouse. En hiervan dacht ik, dit is ook weer zo'n chille strandblouse die ik dan gewoon even over mijn bikini open kan gooien. En dan heb ik ook nog twee hele leuke jurkjes. Opeens gaan we weer helemaal terug naar de Bohemian vibe. De ene keer dan ben ik helemaal een beetje grunge-achtig. Dan ben ik weer een soort Scandinavian. Dan ben ik weer here to kay. Dan ben ik weer helemaal de Ibiza wifey. En nu zijn we weer even die Ibiza wifey. Dit is heel leuk, deze jurk. Zo'n jurk, daar passen dus die laarzen. Amazing, fantastisch. Want dan, omdat die laarzen al zo heftig zijn, kan je op zich ook een heftige jurk erbij aan. Maar ik vind dat met wit, dan knalt het er lekker uit. En die had ik dan ook nog in het groen. Want... Ik word best wel snel bruin en dan staan dit soort kleuren ook altijd super mooi. Dus die vond ik ook echt heel cute. Ik kreeg helemaal een beetje Hermes vibes hiervan. Kijk, heel leuk. Heel cute, lekker makkelijk. Dan had ik ze ook nog in het roze. Die vond ik ook echt heel erg leuk. Maar ik ga nu eerst even Fuyang Hai halen en... Nasi, kant en klaar bij de app. Zo skeer, maar zo intens lekker. Ik hou van Fuyonghai. Mijn darmen houden er wat minder van, maar dat maakt helemaal niet uit. Oh, ik ben weer vuilniszakken vergeten te halen. Nou, dan pleuren we alles maar weer een Albert Heijn tas. Er ligt hier ook echt allemaal gore haren van Bud. Die heb ik geborsteld. Een bananenschil. Het is heerlijk schoon hier in de keuken. Mijn schatje is hier. Mijn travel bud. Dit was dus weer echt... Ik moet even zitten. Ja, zitten. Dit was helemaal niet de bedoeling. Wat ik hier heb gehaald. Maar ja, ik moest afrekenen in die winkel. En toen was het er weer helemaal. Overal waren opeens weer andere dingen. Toen was ik helemaal triggered. En toen dacht ik... Ja, maar... Omdat het zo een zonnebril is. Waarom weet jij dit nou weer? Nou, het lijkt nu zwart. Maar het is dus eigenlijk heel donker paars. Oh. Maar je moet even... Dus in het licht zie je het heel goed. Wacht...
Oh ja, kijk, hier zo in dit licht zie je het al beter. Het is echt vooral als je het gewoon in het daglicht ziet. Dan is het echt, nou niet heel fel paars, maar wel... Oh, donkerpaars. Donker. Donkerpaars en dan ligt er zo... Ja, oké, is wel echt heel leuk. Maar wat dacht je, zeg maar? Ja, ook dat leuk. Weet ik... Nou ja, dat weet ik soms niet over wat ik denk. Lijkt wat. Ja, ze hadden dus nu een pop-up store in de bij met al die zomerdingetjes. En daar had ik het dus gezien, want ik zag bij iemand voorbij komen en toen was ik blijkbaar getriggerd. Dacht ik, die sandalen wil ik. Oh, zijn het... Oh. Welke kleur denk je? Ik dacht geel. Goed zo, schat! Ja, geel! Deze zijn het dus geworden. Deze leuke waterschoenen. Ja, ze zijn wel echt heel erg leuk. Ze zijn lekker chunky. Ja, ik vind ze ook wel echt heel erg vet. Oh, ik heb echt zoveel zin om morgen daarheen te gaan. Ik moet ook wel zeggen dat het de laatste tijd soort van... op mijn beetje heartbreak na dan... dat het op zich best wel goed gaat. Ik zit best wel... weer beter in mijn vel en ben wel weer wat zelfverzekerder en zo. Dus dat vind ik echt heel erg fijn, want er zijn echt tijden geweest dat ik echt zo ziek onzeker was. Echt heel sad en daardoor had ik ook echt gewoon een hele erge low standard. Ik ben echt heel blij dat ik niet meer heel erg het gevoel heb van... oh, ik heb echt iemand nodig in mijn leven. Want dat had ik voorheen wel altijd en ik kon echt super moeilijk alleen zijn. Dat heb ik ook wel eens vaker tegen jullie gezegd. Maar ik merk echt, en daar ben ik zo... echt intens dankbaar voor dat het steeds meer weggaat. En ja, ik heb wel altijd een ding dat elke ochtend als ik wakker word, dan heb ik wel een soort buikpijnerig gevoel of zo. Wel even van, oh ja, er is even niemand meer. Van, het gaat wel door de dag heen echt steeds beter. Over het algemeen, even als ik kijk naar de grote lijnen, gaat het echt best wel oké. Ik ben heel erg excited, want bij Born in Chaos komen er amazing nieuwe dingen aan. En ik, oh my god, I love it so much. Dus dat is ook echt iets waar ik heel erg hyped over ben. En gewoon heel leuk dat ik weer met zoveel nieuwe dingen bezig ben. En hierbij ga ik helemaal even deze vlog afsluiten. Dan ga ik mijn koffer inpakken en dan ga ik lekker naar de bedstee toe. Kusje. Love jullie. En ik zie jullie dan volgende week. Want dan ben ik op Curaçao. Dan kunnen jullie lekker naar de Cura vlog gaan kijken. Oké, bye.